Stephanie Struik. Tijd voor onze rubriek Zuchten van de Ziel, genoemd naar het gelijknamige boek van journalist en muziekliefhebber Guido Pindels. Hij legt de mensen in de coronatijd de vraag voor: wat is je favoriete popsong? En deze zomer hoor je een aantal van deze verhalen bij ons in Zin in Weekend. Vandaag is dat auteur en journalist Edwin Winkels. Edwin, goedenavond. Goedenavond, Sander. Deze vraag werd ook aan jou gesteld. Welk nummer is het geworden? Concert van Bruce Springsteen, ooit hier in Barcelona. Ik ben er naar meerdere geweest, maar deze was heel bijzonder. Zal ik je straks uitleggen. En daar speelde die Racing in the Street. Wauw. En je ging niet alleen, hè, naar het concert? Nee, daarom. Mijn ouders komen af en toe over. Want jij woont in Barcelona, hè? Ja, in de buurt van Barcelona woon ik. En ze waren hier thuis en kon twee kaartjes komen van het concert van Springsteen. Ik zeg, pa, heb je zin om naar Springsteen te gaan? Dus, ja, ik ken daar niet zoveel van. Ik zeg, maakt niet uit. Je zal zien, dat zijn prachtige concerten. En dan zijn we met z'n tweeën naar een werkelijk ongelooflijk en eeuwig durende concert, zoals bij Springsteen altijd heel lang duurt, op een zomeravond daar geweest in de buitenlucht. Ja, wat maakte het concert zo bijzonder? Dat ik zag hoe je muziek kunt delen, hè, dat heb mijn vader vroeger altijd wel gedaan. En hoe iemand er ook geëmotioneerd door kan raken. Want ja, het duurde al een tijdje. En toen was die Racing on the Street aan het spelen. En op een gegeven moment begint daar een flinke piano-solo. En ja, dan wordt het hele stadion ineens stil. En ik stond tegen een hek aan, weet je, te kijken, ook mee te luisteren. En toen draaide ik mij om, kijken waar mijn vader was. En die zat op een stoeltje, was hij gaan zitten. En toen zag ik vochtige ogen. Ik weet niet of ik een traantje zag lopen, maar die zat daar ineens. Hij kende dat nummer helemaal niet, had hij nog nooit gehoord. Maar ja, had dan toen al 2 uur Springsteen over zich heen gekregen. En hij ging er rustig bij zitten en raakte heel geëmotioneerd door dit nummer. Wauw. Hij was toen in de 70. Het was zijn moment van geluk. En ik denk dat dat nummer dan gewoon de trigger was voor dat traantje. Geweldig zeg. En wat deed het met jou om je vader zo te zien? Ja, ook bijzonder. Selfie gemaakt natuurlijk, hè, van met je vader. Zo vaak doe je dat niet. Kijk, ik heb altijd een hele moderne vader, ouders gehad. Ongelooflijk, altijd muziek van muziek gehouden. Ooit toen, ik was 13 of 14, toen nam hij me mee naar Vets Domino in het muziekcentrum in Vredenburg. Omdat mijn moeder ziek was. Ja, en zo sindsdien hebben we gewoon af en toe samen wel een concert gedaan. Ja, voor mij was hij 70 en dan kijk ik naar hem om en dan zie ik hoe gelukkig hij is met zo'n concert met zijn zoon. Ja, dan blijf je zelf ook niet koel onder, dus heb ik snel maar een slokje bier gedronken. Heel goed. Hoe oud is je vader nu? Hij is, Kees is van 1939, hij is dus 82 geworden. En gaan jullie nog wel eens naar een concert? Nou ja, dat is nu niet van gekomen, maar hij zou het zo doen als er wat moois voorbij komt. Hoewel dit eigenlijk wel voor ons samen natuurlijk het eigenlijk niet te overtreffen is. Er moet wel iets heel bijzonders komen, willen we samen naar zo'n concert gaan, denk ik. Dat snap ik. De kracht van muziek, heb jij dat in de coronatijd ook ervaren? Ja, zeker. Nou ja, altijd al hoor. Ik niet meer dan, kijk, Guido, de auteur van het boek, hoort bij een risicogroep, ook met zijn dochter. En die is gewoon meer dan een jaar het huis niet uit geweest. Ik ben blijven reizen, ik ben blijven werken. Ik ben nu aan een nieuwe roman bezig en dan toch staat op de achtergrond heel vaak even muziek aan. En dat hoor ik dan niet eens. Maar soms komt er een nummer voorbij en denk ik, hey, dit wordt het nummer voor mijn nieuwe boek volgens mij. Dat wil ik vaker luisteren. En gewoon ook nog zelfs op oude cd-spelen die ik nog steeds in huis heb. Met discs waar krasjes op zitten en dergelijke. Maar dat blijft heerlijk. Edwin, hartstikke bedankt voor je mooie verhaal. En dan gaan we nu luisteren naar Bruce, Racing in the Street.